staken werpt zijn vruchten af. Als u per trein naar het werk of naar school gaat, dan zal het u niet zijn ontgaan. De afgelopen weken ligt traject na traject plat door stakingen van het NS-personeel. Maar vanochtend heeft u misschien geluk, want gisteren bereikten de Nederlandse spoorwegen en de vakbonden samen een cao-akkoord van 10% loonstijging. En dat is dus het bewijs volgens die vakbonden dat staken wel degelijk loont. Het oorspronkelijke bod van NS lag namelijk aanzienlijk lager. Niet alleen op het spoor heerst onvrede. Ook bij de Bijenkorf is het personeel het zat om jassen van duizenden euro's te verkopen en daar zelf bruto 13 euro voor te verdienen. Dus ook daar werd vrijdag het werk neergelegd. Volgens FNV-voorzitter Tuur Elsinga kan het behaalde resultaat bij de NS een heel goed begin zijn van een onrustige herfst met meer acties en een loongolf die uiteindelijk zo hard nodig is, zo zegt hij vanochtend in de Telegraaf. Ja, overigens zal de klant wel vaak de klos zijn, want bij de NS zullen de treinkaartjes het komende jaar in ieder geval wel duurder gaan worden. Ja, meneer Harbers, u gaat niet over het spoor, maar wel over infrastructuur. Het was natuurlijk niet het enige probleem dat mensen aan het staken waren, maar ook de enorme personeelstekorten die ze bij de NS hebben. Denkt u dat er alsnog deze winter en herfst minder treinen zullen rijden? Nou, nieuw personeel heeft de NS niet van de een op de andere dag. Hierbij geldt wel weer, ja, als je een cao hebt waarin medewerkers beter beloond worden, dan zou dat moeten kunnen helpen om extra mensen aan te trekken. Ja, en bent u niet bang dat er steeds meer werknemers dus gaan staken als nu blijkt van, oh, als we het werk neerleggen, dan krijgen we er zomaar 10% bij? Nou, in de eerste plaats, ik ben voor de reiziger wel heel erg opgelucht dat dit nu achter de rug is en dat men een akkoord heeft gesloten. En ik hoop ook in allerlei andere branches, ik hoop niet dat, dat staken het nieuwe onderhandelen wordt. Het is toch eigenlijk altijd wel zo dat je moet beginnen dat werkgevers en werknemers gewoon zorgen dat ze heel snel met elkaar om de tafel gaan om met elkaar uit te komen. En liefst niet over de rug van de reiziger, de consument. Nee. Want dan zijn we met z'n allen weer de dupe. Nou ja, en wel weer duurdere treinkaartjes dus, Robert. Nou, ik ben overigens geen treinreiziger. Oh. Maar wat ik wel opmerkelijk vind is die uitspraak van die FNV-voorzitter Elsinga. Die zegt, staken loont. Ja. En daarmee is natuurlijk de geest uit de fles. En hoe krijg je die nog terug in de fles? Dat lijkt me niet. Dus moet iemand... Ik vraag me ook af, is het een verantwoorde uitspraak van zo iemand? Vind jij van niet? Ik heb daar toch mijn twijfels over. Omdat dat is, er zit toch een element van chantage in. Ja, aan de andere kant, staken is en een van je laten horen is toch ook een grondrecht, zou je kunnen dat zeggen. Dat is ook een grondrecht, maar er zit een lekker put-toontje in. En de vraag is of dat moet.